Goedemiddag en welkom bij Koken bij Dree. Vandaag blijven we lekker dans le France. En wat gaan we doen? We gaan een lekker zoet gerecht maken. En we gaan een tarte tatin maken. En daar ga ik toch echt even stiekem eerst iets over vertellen voordat ik mijn handen ga wassen. Want het is eigenlijk best wel een grappig verhaal. Want een tarte tatin is eigenlijk een mislukte appeltaart. Bonne fête à toi, bonne fête à toi. Bonne fête, bonne fête, bonne fête à toi. Ja, ja, en France, ah oui. Nou, voor een tarte tatin, en ik ga de traditionele maken, dus dat betekent dat ik de appel tarte tatin ga maken. Je kan hem ook met perzik maken, of met peren, maar ik ga het doen zoals de zusjes tatin het deden, met een appeltje. Dus ik schil gewoon 4 appeltjes. En weet je wat het lekker is? Als je normaal een appeltaart moet maken, dan moet je die appel in 100.000 stukjes snijden. En dat hoeft nou helemaal niet. Nou, en dan is het dus easy peasy, gewoon in 4 stukken. Nou, hoe makkelijk is dat? Dan nemen we gewoon die appeltjes en fijne kristalsuiker en boter en een klein beetje zout nemen we gewoon mee die kant op en dan gaan we daar verder klaarmaken. Nou, we doen eventjes een koekenpannetje. Die zetten we op de warmtebron. Daar doen we lekker een goede klont boter in die we rustig laten smelten. En we laten hem echt alleen maar smelten. We laten hem niet te bruin worden. Want bruin wordt het zo direct toch wel. Want wat gaan we hiermee doen? We gaan hier zo direct de suiker in doen. En daar gaan we de appeltjes vast een beetje in bakken. Dus we laten dit rustig smelten. Nou, de boter er lekker af. Nou, de boter is bijna helemaal gesmolten. Gaan we er suiker bij doen. En het mag er allemaal in. Zie je wat ik bedoel? Het wordt helemaal korrelig in het begin. Maar als de suiker gaat smelten, dan wordt het gewoon weer helemaal vloeibaar. En als het dan helemaal vloeibaar is, dan leggen we lekker onze appeltjes hierin. Zo, de suiker is bijna gesmolten. En dan laat ik hem lekker op een zacht vuurtje staan. Dan ga ik daar lekker de appeltjes in leggen. En dan moet je het gewoon weer lekker met rust laten. Dan mag het gewoon rustig 10 minuten, kwartiertje, zachtjes pruttelen hier. Nou, moet je toch eens kijken hoe dit lekker aan het pruttelen is. Ik heb er net een beetje zout overheen gedaan, zodat hij ook een beetje een kleine zilte touch erin krijgt. En dan denk ik, nou, dit ziet er best appetijtelijk uit. Vinden jullie ook niet? Neem ik de pan lekker mee naar onze taartvorm. En dan gaan we hem daar eventjes in afmaken. En dan ga ik jullie daar uitleggen. Kom maar mee. Ik ga even één ding zeggen. Dit is bloedhemeltje heet. Veel te heet gewoon. Nou heb ik hier in deze taartring, zeg maar, al wel bakpapier gedaan. Dat het daar niet plakt. Maar ik ga ook nog eventjes de zijkanten insprayen. Dat dat ook niet gaat plakken. En nou is het de bedoeling dat je de appeltjes met hun bolle kant naar beneden, dus met de bolle kant op de bodem, gaat leggen. En pas op jongens, ik blijf het herhalen. Dit is gewoon karamel wat je hier in de pan hebt liggen. Bloedhemeltje heet. En een gewaarschuwd mens, hè, maak hem maar even af, telt voor 2. Nou, kijk eens.
alsof ik het uitgemeten heb. Het past er precies allemaal in. En wat het nu zo link maakt, jongelui, is dat we die karamel er zo overheen gaan gieten. En dat is gewoon loeiheet. En omdat dit geen dichte pan is, ja, er zit natuurlijk een randje in, maar dat kan gewoon lekker. Pak ik heel even een ovenschaal, een ovenplaat, waar ik hem op ga zetten voor het geval dat hij gaat lekken. Zo, dus deze ga ik heel voorzichtig hier neerzetten. Dan hoop ik hier, heel makkelijk, kan je bijna in alle supermarkten vinden bij de versafdeling. Kant en klaar bladerdeeg. Gewoon een rondje. Oh, zal ik jullie wat vertellen? Ik heb niet eens een rondje gekozen. Gewoon een vierkante. Hoe bestaat het? Heb ik niet goed opgelet. Maar dat geeft niks. Ga ik heel stiekem spieken. Zo. Snij ik. Zo, een rondje ervan. Kijk, het handige is gewoon dat dit bladerdeeg is dat al ontdooid is. En die ga je gewoon met beleid hier overheen leggen. Maar hou rekening mee dat hier dus kokend hete karamel onder ligt. Dus ik doe het lekker stiekem met de achterkant van een mesje. Druk ik de bladerdeeg naar beneden. Zo. Nou, ga ik nu weer de goede kant van het mes gebruiken. Want dan ga ik een paar gaatjes in het bladerdeeg prikken. Zodat de hete lucht ook kan ontsnappen. Zo. Nou heb ik mijn oven lekker voorverwarmd op 210 graden. En ga ik daar lekker mijn taartje in zetten. Ongeveer een half uur. Dus ik begin gewoon met 25 minuten. Want ik heb liever dat ik er een paar minuten bij moet doen, dan dat ik er een paar minuten af moet doen. Zo. Ta-da-da-da-da-da-da! Zo, deze is lekker bruin gekleurd. Hij is ook levensgevaarlijk. Kijk, hij zit lekker te pruttelen. Ik neem hem wel eventjes mee die kant op. Zodat gaan we er namelijk een bord op leggen en hem omkieperen. Maar we wachten wel even totdat hij een beetje is afgekoeld. Dit wordt een levensgevaarlijk karweitje, jongelui. Ik heb een bord gevonden die hier precies in past. Ik ga toch echt twee handschoenen gebruiken. Dan. Kijk hè, dat is gewoon helemaal de karamel al lekker geburnt. Dan gaan we dit heel snel omdraaien. En ik doe het gewoon wel hierop. Heel gevaarlijk. Schuiven we hem een beetje beter op het bord. Kijk dan, kan je dat zien dat er een draad aan hangt? Lijkt net alsof er een haar aan mijn vinger is. Dat is gewoon karamel. En eigenlijk bloedje heet. Maar om je vingers bij af te likken. Dit moet je nu niet gelijk gaan aansnijden. Lekker eventjes goed laten afkoelen. Dan kan je hem zo eten. Maar je kan er ook voor kiezen dat je er een dot slagroom op doet. Of een bolletje ijs. Ik ga hem gewoon zo direct zo lekker eten. Ik zeg voor nu gewoon vast, eet smakelijk en tot de volgende keer. En misschien dat er zo direct nog een shortje komt als ik er een punt uitgesneden heb. Au revoir, tot de volgende keer.